Goedemorgen. Welkom bij de derde aflevering van Barcelona Trip. We hebben dus echt de slechtste nacht ooit gehad in deze auto. Maar het is dus wel gelukt om lekker te slapen. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat wij eerst gaan douchen voordat we naar Barcelona gaan. We gaan een hotel zoeken. En daar gaan we proberen in te breken. En dan vervolgens in het zwembad te duiken. Ja, ben je wakker, Marty? Martijn ligt nog een beetje plat. Jij hebt net uitgezocht naar welk hotel een zwembad et cetera heeft, toch? Zodat wij even lekker kunnen douchen en even schoonmaken. Ja. Is dat deze? Hotel de Cesar? Ja, dat is deze. En? Ik heb het hele hotel verkend. In de kelder zit de sauna en het hele wellness center. Maar daar zit iemand die jouw kamernummer gaat checken. Ga je mee douchen? Wat gaan we doen? We gaan douchen. Heel gezellig. Volg mij, jongens. Ja, volg jou. Ga je niet? Volg mij, jongens. Eerst omkleden in de traphuis. 102, dat is ons ruim. Hallo. What? Oh, sorry. Thank you. Yes. Oké, jongens, we zijn weer helemaal fris. Boom. Kijkers. Het plan is... We gaan nu geld verdienen in het casino. Yes! Of we gaan alles verliezen in het casino. Oké, ze hebben 16 euro. Ja, dat is de alles. Dat is de alles. Ja. Dit wordt spannend, jongens. Woehoe. Of we zijn weer terug bij af, of we hebben misschien genoeg geld om naar Barça te komen. Nou jongens, story of my life. Ik mag een keer hier niet mee. Ik mag het casino niet in, want ik heb geen paspoort bij me, alleen een rijbewijs. En kom op, boys, win hem. Dit is. Heb je zwart gedaan? Ik heb hem zwart gedaan. Kom op. Yes! Zwart. Yes! Thank you. Oké, 10 plus, gaan we door? Natuurlijk gaan we door. Oké. Zal ik alles? Alles op zwart? Ja. Leuk teken? Ja. Oh shit. Come on. Alsjeblieft. Yes! Oké, nu gaan we niet meer spelen, toch? Even kijken hier. Even kijken hoor. Congratulations. 40 euro. Oké. Okay. Stoppen? 46 euro. Stoppen? Ik denk nog één keer kunnen winnen. Ja? Ik weet niet, man. Nog één keer 20 op zwart. Is het gewoon doen? Ja. Okay. Dus dit is wel echt het moment waar je eigenlijk moet stoppen, hè? Ja. Even rood doen nu? Ja, één keer rood. 20 op rood. 10 op rood? Weet je zeker? 10 op rood. 10 op rood. 20 hebben we nu op rood. Ik denk dat we 20 op rood. Kom op. Ja! Hoe dan? Congratulations. Hier, tot 60 euro. 60 euro, stoppen. Oké, nu moet stoppen. Holy shit. Dude, ik voel me echt als een kind gauw weer. Dus we hebben nu 66 euro. Ik stel voor dat we even eten halen. We gaan even eten halen. Goed. 41. Ik ben echt heel erg honger. Die tijden niet zo lekker scheten. Nou, dat is echt genieten. We hebben gewoon geld voor een tank. Oh. En eventuele tol. Ja. Dit is gewoon. Het is voor het eerst deze vakantie dat ik er vertrouwen in heb. Adieu. Oh, wat een weer, jongen. Ja, de benzine is ook bijna op. Wil je tanken? Ja, tanken, natuurlijk. Ja, we hebben geld.
Yes. Dat kan allemaal. We kunnen weer. Martijn en ik zijn van de seat gewisseld. En we zijn weer bij de tol. Je merkt na zo'n lange rit dat het uiteindelijk toch zijn tol gaat eisen. Toch, Martijn? Ja. Slecht zeg. Hé, hey, kom op jongens, we hebben er nog zin in. Nou, plannen zijn iets gewijzigd. We zijn onderweg naar een klooster, want Niels heeft een heel mooi verhaal. Ja, klopt. Er zijn dus allerlei kloosters door het hele land van Frankrijk. En daar kun je dus gratis overnachten. Nou, op naar de kloosters. Win-win. Win voor God, win voor ons. Nou jongens, dit moet het zijn. Dit is het? Dit moet het zijn. Bonsoir. 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 We gaan dit even filmen uit respect voor de nonnen. Dus dan weet je dat. Zet maar uit, juist. Bonsoir. Bonsoir. Maar vertel. Dat is volgens mij Frans superieur. Ja. Ze gaat even aan haar superieur. Ze gaat even vragen aan de baas. Ja. We hebben dus gewoon een soort van hutje toegewezen gekregen. Daar kunnen we in slapen. Voor drie personen. En we krijgen ook nog een beetje te eten zo. Dit is echt helemaal voor niks. Oké, maar dit is onze... Dit is een toegewezen slaapplek. Dit is geen 5 sterren hotel. Het is geen 5 sterren hotel. Oké, it's too much. I come back with boat and to... Can I help you? Can I help you carry? Yes. Ja? Yeah? Yeah? Kijk wat er allemaal in zit, man. Ze heeft een heel stuk brood, koekjes, brie. Oh, brie, lekker. Zoveel zin in. Een appel. Ja, dit is toch geweldig. Deze is gewoon heel pakken met pasta. Oh, wat lekker. Dit is echt fucking lekker, hoor. Nee. Wat lekker. Kom, we gaan eten. Zullen we gewoon hier om dat dingetje heen gaan zitten? Ja, we gaan hier eten. Laten we gewoon lekker slapen, morgen vroeg op. Ja. Toch? Morgen de laatste rit naar Barcelona. Ja, op een half tank. Als we dat maar halen. Nou, lieve kijkers, tot morgen. Slaap lekker. Nou, we hebben heerlijk gegeten, geslapen, gedoucht. Op naar Barça. Let's go! Ik heb nog een klein beetje geld over. Dat gaan we allemaal in een tank gooien, toch? Ja, en dan is het echt maar de vraag of we het gaan redden. Eén geluksdingetje. Er zijn geen tolwegen meer. Er zijn geen tolwegen meer. Ja. Nee, dat scheelt echt een hele hoop. Dus al het geld kunnen benzine en het gewoon nu niet meer eten en let's go! Hij begint al te piepen. Hij begint te piepen, jongens. Oké, hoe lang hebben we nu nog? Ik heb geen idee, maar we moeten nog 100 kilometer. Ja, en we moeten nog tanken. We kunnen nog tanken een beetje. Voor hoeveel? Ja, we hebben 17 euro nog zo, 16. Oh ja, tuurlijk. Ik dacht dat dit de laatste tank was, ja. Nee, die hebben we nog. Me helemaal de pleuris. Oh. Ik heb ergens gelezen dat als je achter een vrachtwagen gaat rijden, van echt 100 of hoe hard die dingen dan ook gaan, dat je dan 3 uur zo lang met je tank doet. En kijk, nu begin ik een beetje vakantievoel te krijgen. Zee links, mooie bergen rechts. 3 dagen nauwelijks geslapen. Bijna niks gegeten. En we zijn gewoon bijna op onze eindbestemming. Het moet ook irritant zijn voor hem, hoor. We zitten gewoon de hele tijd een groen Volkswagentje gewoon in de hielen. Uit Nederland. Wat doe je hier? Oké, we zijn hier tegen het tankstation. Moet er nou niet overheen gaan? Nee. Dat is een probleem. Oh! Yes. Gas op die lolly, gaan. Barcelona! Nou, je hebt nog 1 kilometer. Oh. 1 klein kilometer. We zijn zo dichtbij. Gaan we het halen, gaan we het halen. Ja, desnoods rollen we deze auto, die laatste kilometer. Maar we zijn
praktisch in Barcelona. We hebben 4 dagen lang afgezien voor deze pot met goud, jongens. I know how you feel, bro. We zijn in Barça. We zijn in Barça, jongen. Boom! Booyah shakalaka. Yes. Wij gaan even een weekendje onze YouTube-money's uitgeven. Ja, wij gaan even vakantie vieren. Vonden jullie wel een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren. Kijk ook even onze andere video's. Ja, en op social media kan je ons ook volgen. En als je zelf een wens hebt, stuur dat dan even in via de hashtag gierigasten. Ja. Wie weet zit jij volgende week in onze video. En ben je nou ergens naar nieuwsgierig? Stuur dat dan in hashtag nieuwsgierig. En wie weet zoeken wij het voor je uit. Ja. Tot volgende week. Yo. Later.